dag iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Ik schrap deze foto van onze zoon in zijn donkerblauwe gilet. Dat heeft me geïnspireerd om de volledige blauwe tour op te gaan. Ik heb al een aantal donkerblauwe stroken uit kortstok gesneden. En je ziet mij nu het gehele blad bewerken met clear gesso. Waarom clear gesso? Ten eerste, ik wil er de dotjes nog doorzien, daarom doorzichtige gesso. En ten tweede, ik ben van plan om heel veel water op deze pagina te gebruiken. En daarom moet ik mijn blad beschermen. Als ik geen gesso zou gebruiken, zou mijn blad uiteenvallen op de duur. Ik wil zo'n beetje waterverfeffectvlek creëren en gebruik hiervoor verschillende media, waaronder Distress Inkt. De eerste kleur is Tumble Gloss. Ik breng een beetje aan op mijn glasplaat, voeg er water toe, doe ook water op de pagina en ja, met een borstel smeer ik het er gewoon op. De tweede kleur is een soort pigment en als je daar water op doet, wordt dat verf. Ik weet eerlijk gezegd niet meer van waar ik dat ooit gehaald heb. Maar je kan gelijk welke blauwe of wil je een volledige andere kleurvlek maken, kan je bijvoorbeeld allemaal roze tinten gebruiken. Het is eender wat je doet. Het poeder is een pigmentpoeder van Lindy's Magical Shakers heet dat en je kan daar dus ook een waterverf van maken. Tussen de lagen droog ik met mijn heat tool. En hier wou ik spetteren. Spetteren met Distress Inkt Faded Jeans. Maar dat ging niet goed. Je ziet de spetters uitlopen. Daarom heb ik er water over gespoten en nog wat meer van dat kleur aangebracht. Dus vormt Faded Jeans gewoon een deel van de achtergrond. Soms maak je foutjes, maar je kan het altijd oplossen. Soms zijn fouten een gelukkig toeval, waardoor je nieuwe dingen leert. Met verf kan ik wel goed spetteren. Het is de Deep Sea kleur van Martha Stewart. Als alles droog is, kleef ik de stroken op en als guideline, als richtlijn waar ik ze moet kleven, gebruik ik mijn lange lat. Ik wil nog een beetje witte spetters erbij doen. Dat geeft toch altijd dat extraatje. En daarvoor gebruik ik mijn witte Dilutions verf. Het is die grote pot. Nu, van die grote potten ben ik niet zo tevreden. Ze drogen heel vlug uit. Maar dat hebben ze ook in de firma gemerkt. En de verf komt tegenwoordig in tubes. Veel beter, want de verf op zich is wel heel goed. De foto mat ik eerst op dat grijs-blauwe kortstok. En nadien gebruik ik verpakkingsmateriaal. Dit tissue paper is verpakkingsmateriaal specifieker van bij Scrap Delight. Als je daar een bestelling doet, dan komt je materiaal hierin ingepakt. In een pizzadoos toe. Ook andere winkels gebruiken dikwijls tissue paper. Je hebt dat in verschillende kleuren. Ik vind het leuk om dat ook te gebruiken.
Zeker als mat onder de foto geeft dat toch wat leven. En als ik het als mat gebruik, gebruik ik steeds twee lagen. Deze vallen niet op dezelfde plaats, dus dat het echt ja, grillig van vorm is. Ik vind het echt wel leuk. Met een dunne 3D foam kleef ik de foto op en ik ben al bij de titel beland. Nu, de titel wil ik een deel stempelen. Daarvoor gebruik ik deze grote stempels. En ik ga die stempelen met mijn Versamark inkt en embossen met wit embossingpoeder. Het embossingpoeder is van Ranger, is fijn embossingpoeder, heel goed. Het heeft een aantal jaar geleden eventjes geduurd voordat ik het goede witte embossingpoeder had gevonden, maar dat van Ranger vind ik echt heel goed. En dan verwarm je het poeder met je heat tool en dan wordt het zo glanzend. Over de letters wil ik watercolor gebruiken en dat maak ik door de Distress Oxide inkten Tumbled Glass en Faded Jeans op te lossen met water. Ik heb even getest en ik vond de combinatie van de twee wel heel leuk. Daarom dat ik dit nu ook op de letters doe en dat geeft een soort ombre effect. Doordat ik de letters heb geëmbost met wit embossingpoeder, nu het zou ook kunnen met clear embossingpoeder, geeft dat een resist. En komen de letters eigenlijk zo'n beetje magisch tevoorschijn. Als ik de donkerblauwe kleur heb gebruikt, ga ik er nog een beetje over met de lichte blauwe kleur, zodanig dat de kleuren heel goed in elkaar overvloeien. Om de letters nog meer te doen poppen, om zichtbaar te maken, gebruik ik mijn zwarte Sharpie pen om ze te omlijnen. En natuurlijk knip ik ze ook uit. Boys en superheroes zijn de hoofdwoorden van mijn titel en met deze kleine letterstickertjes, zijn ook donkerblauwe van kleur, maak ik de rest van de titel. En ik kleef mijn lettertjes eerst op mijn lat. Dat is een doorzichtige lat, maar dat kan ook een gewone lat zijn. Zodanig dat ik weet waar ik de titel wil, dan kan je eens testen. Van welk effect heeft het als ik mijn woordjes hier leg of daar. De titel hangt er al op. Little boys or just superheroes in disguise. Dat is waar. En ik heb al een aantal die-cuts gekozen. Allemaal in blauwe tinten. Deze verspreid ik hier en daar op de layout. En als ik tevreden ben, begin ik te kleven. Ik heb dat blauwe kadertje gekozen. Knip ik in twee, zodanig dat ik het op twee plaatsen kan gebruiken. Zo verleng je eigenlijk ja, de levensduur van je die-cuts. Je haalt er meer uit. In een tag moet een touwtje, want ja, ik heb het al gezegd in andere video's, waarom zit er dan anders in hemelsnaam daar een gat in? En het touwtje kleef ik vast, omdat ik het echt op een bepaalde manier wil hebben. Het moet zo blijven liggen. Dit zijn allemaal blauwe stickers van de Essential Line van DLS. En deze vlagjes hang ik vast met mijn
Tiny Attacher. Een Tiny Attacher is een nietjesmachine en het zijn kleine nietjes, het zijn niet zo brede nietjes. Een hele goede nietjesmachine, al heel veel geniet van gehad. Misschien een ideetje als je ooit een verjaardagsgeschenk wil, Tiny Attacher, als je van nietjes houdt natuurlijk. Breng nog hier en daar die stickertjes aan. Ik heb gemerkt, die stickertjes kleven niet zo goed op clear gesso, maar een klein beetje tacky glue helpt dit wel oplossen. Nu ga ik op zoek achter woordjes. Ik wil nog woorden hebben voor op die tag. Het is even een zoektocht geweest. Ik heb ze gevonden. Verschillende tinten blauwe dotjes breng ik aan per drie op drie plaatsen. En ik heb de perfecte sticker gevonden voor op de tag, maar hij is wit en wit op wit zie je niet goed. Dus kleef ik hem eerst op het donkerblauwe kaartstok. En dan wordt die ineens zichtbaar. Met mijn fineliner hier en daar een accentje. Rond de pagina ga ik met mijn blending tool en Black Soot een wazig zwart randje aanbrengen. Dat kadert je pagina in. Ja, dat zal waarschijnlijk in mijn hoofd zo zitten. En dit zijn een paar gouden spetters. Ik vond het goud op dat donkerblauwe echt goed matchen. En hij is al klaar. Hier zijn nog enkele detailfoto's. Heb je bij het zien van deze video vragen of heb je vragen over schrappen in het algemeen? Stel ze gerust hier onderaan deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te bekijken en tot de volgende keer. Dag!